En de vraag naar efficiëntie. Is militair ingrijpen efficiënt? We zeggen Libië was succesvol. Het is helemaal niet succesvol als je kijkt wat er vandaag gebeurt in Libië. Warlords die lokaal recht en orde uitspreken, bewapend zijn tot de tanden, de wapens die dan van daaruit naar Syrië terechtkomen. Men maakt via militaire interventies, kijk ook naar Afghanistan, een regio zeer instabiel. Dus wij geloven daar niet in. We denken dat er andere manieren zijn. We denken ook het bestaan van een militair interventieapparaat en de doctrines die er bestaan bij de NAVO soms politieke oplossingen in de weg staan. Ik denk dat in Libië bijvoorbeeld men er alles aan gedaan heeft om een politieke oplossing te saboteren. Ik gebruik het woord, ik overdrijf misschien, maar we kunnen daar nog lang over praten. Misschien is een apart debat. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Wij geloven niet in het succes van een interventieleger. Wij hebben daar heel veel vraagtekens bij. Wij denken dat België als klein land, en dan gaat het over het haalbare, moet kijken welke budgetten zijn we bereid om daaraan te geven. Een interventieleger is ontzettend duur. En of je nu wilt of niet, maar als je gevechtstaak wilt opnemen en je wilt daar jachtbommenwerpers bij, dan gaan wij ons defensiebudget moeten verhogen. We moeten daar geen illusies over maken. Dat gaat niet over 2 of 3%, dat gaat over een substantieel aandeel. In tijden waar dat we door Europa op de vingers worden getikt om onze budgetten in orde te brengen, dit lijkt mij een absurd iets. Hè, en ik vind dat ook geen prioriteit. Dus denk ik, moet België zich daar maar niet specialiseren, maar dan weet ik dat dat gekoppeld is aan het debat over ons lidmaatschap bij de NAVO, in wat ik zou noemen maximum peacekeeping opdrachten. België doet prima werk wat betreft, en heeft ervaring wat betreft ontmijningsopdrachten. Dat is een heel belangrijke taak. Er zijn verschillende van die taken, ontwapeningsopdrachten, hè, na een vredesakkoord ergens. Dat zijn heel belangrijke taken, want er zijn heel veel conflict situaties die post-conflict niet opgelost zijn. Ik denk aan Libië bijvoorbeeld. Hè. Ik denk dat België zich daar kan in specialiseren. En dat dit ook betaalbaar is en dat we ons militair apparaat ook in die richting moeten omvormen. Nog een andere vraag is, dat is een radicale optie, die we als vredesbeweging natuurlijk graag in de discussie brengen, is hebben we nog een leger nodig? Vroeger hadden we alleen maar een leger nodig omdat we dachten dat we ons moesten verdedigen tegen een vijand. Wel, nu zegt men iedereen dat we ons niet meer moeten verdedigen tegen die vijand, want die is er niet meer. Hè? Toch niet rechtstreeks aan onze grens. Mm-hmm. We moeten wel de stabiliteit uitdragen, zoals dat heet, of crisissen elders aanpakken of interveneren omdat de mensenrechten worden geschonden. Maar allee, wat absurd is. Hè? Maar, bedoel, allee, als we heel consequent zijn, ik ga een voorbeeld geven. Europa, de helft van alle wapenhandel uit Europa gaat naar Saudi-Arabië. Saudi-Arabië is geen democratie. Het is een repressieve reactionaire staat en ik weet niet wanneer daar een Arabische lente uitbreekt. Maar eigenlijk, we hebben hetzelfde gedaan met Libië, we hebben hetzelfde gedaan met alle andere landen, Egypte, Tunesië. En dan gaan we achteraf zeggen, die landen bedreigen ons of er is instabiliteit en we moeten de mensenrechten beschermen door een militaire interventie te plegen. Dit lijkt me niet heel consequent. Dus laten we ons consequent zijn en veel meer naar de menselijke aspecten kijken van veiligheid en daar proberen in te werken. Preventief en eventueel peacekeeping opdrachten, maar zeker geen wat men noemt peace enforcing. Dat lijkt mij geen goed idee, dat brengt geen resultaten en is zeer duur. Oké, meneer Donia, wapenhandel is inderdaad ook een economische factor die meespeelt in heel die context. FN is nog altijd een zeer belangrijk bedrijf in Wallonië. In welke mate zijn er economische factoren die meespelen ook binnen die NAVO-constructie? Ja, de proliferatie van kleine wapens, lichte en kleine wapens, is natuurlijk op zichzelf ook een soort massavernietigingswapen. Hmm. In Afrika is de proliferatie van al die kleine en lichte wapens een massavernietigingswapen geworden. Maar ik zou het volgende willen zeggen. Dat we ons moeten specialiseren, oké, daar ben ik volledig mee akkoord. We kunnen niet alles doen. Of wij nog gevechtstaken moeten uitvoeren, ik zeg het nogmaals, ik geloof van wel, omdat we anders de moeilijke karwei aan de anderen overlaten. En dat is toch, er moet solidariteit zijn, ook op het gebied van de gevechtstaken. Moeten we absoluut F-35's kopen? Ik weet het niet, misschien niet. Maar we kunnen wel een keuze maken en zeggen, ja, we gaan stoppen met de F-16, maar we gaan veel meer investeren in fregatten, bijvoorbeeld. Omdat die nuttiger en nuttiger worden om de zeeroutes te beveiligen, om tegen de piraterij actief te zijn, om ook speciale eenheden te kunnen vervoeren naar bepaalde plaatsen in de wereld waar er problemen zijn, enzovoort, enzovoort. Nu, nemen we Mali. De oorsprong van de problemen in West-Afrika, dat is natuurlijk de armoede, de enorme jongerenwerkloosheid, die werkkrachten verleent aan de trafikanten,
die drugs trafikeren, die sigaretten trafikeren, die wapens trafikeren enzovoort. Maar om daaraan iets te doen, heb je tijd nodig. Je gaat niet honderdduizenden jobs creëren in Mali in enkele dagen. En als er nu een opstand komt in het noorden van Mali en je komt niet tussen, wat gebeurt er dan? Dan wordt Bamako overgenomen en dan had je 2, 3, 4, 5.000 gijzelaars in Bamako. Wat natuurlijk enorm vervelend zou geweest zijn. Dus ik denk dat je soms verplicht bent om tussen te komen. Zelfs indien je militaire tussenkomst de zaak niet gaat oplossen. De werkloosheid in Mali die is vandaag nog even groot. Hè, en dat is de kern van de zaak. Omdat dat een reserveleger, daar bestaat een soort reserveleger voor de trafikanten, de terroristen en al die mannen. Maar ik denk dat men moest tussenkomen om te vermijden dat Bamako zou worden overgenomen. En daar hadden wij 4, 5, 6.000 Westerse gijzelaars. Oh, voilà. Dus ik denk dat wij geen leger meer, dat is ondenkbaar, een ander leger dat wel. Ik denk dat wij een leger moeten hebben die veel sneller kan tussenkomen, die gespecialiseerd moet zijn. En of die specialiteit nu in de zeemacht of in de luchtmacht of in beide moet zijn en in welke sectoren van luchtmacht en zeemacht. We zullen veel minder mensen moeten hebben in de landmacht, behalve ontmijningsdiensten, special forces enzovoort, die nog altijd zeer nuttig zullen zijn. En ook specialisten van de chemische wapens, van de biologische wapens, die zullen we nog altijd nodig hebben natuurlijk. Ja. Professor Sauer, wie naar de luchthaven rijdt in België, die passeert langs die enorme bouwwerken van het nieuwe NAVO-hoofdkwartier. Maar toch zijn er veel mensen die zeggen dat die NAVO in een diepe crisis zit. Ook de budgetten militair lopen in veel van die lidstaten terug. Is er een crisis binnen die NAVO of niet? Die operatie in Afghanistan was niet echt succesvol. Ja, de NAVO kampt met moeilijkheden, dat is juist. En de vraag moet gesteld of dat we beter af zijn zonder de NAVO. Hè. Dat is een complexe zaak. Ik denk dat het op zich een goede zaak is dat Europa samenwerkt met Amerika. Amerika is een natuurlijke partner voor Europa. Misschien ook op vlak van veiligheid en defensie. Maar we zien wel duidelijk dat de NAVO op zoek is naar een nieuwe missie na de Koude Oorlog. Gevonden heeft in externe interventies die niet altijd zo goed geslaagd zijn. Hè. Kijk naar Afghanistan en ook Libië misschien. En daarnaast met een besluitvormingsmechanisme zit, waar toch serieuze vragen bij kunnen gesteld worden. Ik verwijs opnieuw naar het nucleaire dossier, waarbij er dus blijkbaar met consensus moet worden beslist en er dus geen enkele vooruitgang wordt geboekt. Ja. Dus de voorstanders van de NAVO, die slinken met de dag. Ja. En de NAVO zou daar iets aan kunnen doen, ook in onze contraille. Door bijvoorbeeld te werken aan die nucleaire ontwapening. Ja. Op een zeker moment gaat mijn geduld ook op zijn bij de NAVO. Ja. Ik verdedig de NAVO nog naar buitenuit. Maar als dat nucleair beleid van de NAVO nog lang blijft aanhouden, ja, dan denk ik dat ik op een zeker moment ook mijn gedachten zal moeten veranderen. Ja. Mevrouw Grosemans, moeten we die NAVO herzien of herbouwen? Ja, ik zou even wel terugkomen op iets wat meneer De Brabander zei. Hij stelde misschien wat scherp, het heeft ermee te maken. Het leger is niet meer nodig. Ik krijg dat dus enorm vaak te horen. Je zit in de commissie Landverdediging, gaan de Russen binnenvallen. Dat is natuurlijk zo niet meer, maar en daar heeft eigenlijk Defensie ook wel, maakt daar de fout van niet goed te communiceren. Defensie is zeker nog nodig, maar heeft een andere taak nu dan het eigen grondgebied te verdedigen. Bijvoorbeeld al, we hebben een open economie, onze handelsmissies. Hè. Dat zijn belangrijke zeevaartroutes die moeten beschermd worden. Dat is bijvoorbeeld een taak van Defensie. Er zijn heel veel dreigingen en conflicten in Afrika, in de Arabische wereld. De piraterij, net al gezegd, cyber. Zijn allemaal belangrijk. Als we een goed functionerende rechtsorde willen hebben, dan hebben we ook ons leger nodig. Maar ook bij ons. Bij ons in ons land is het ook belangrijk. Hè. Ze staan altijd klaar als er bijvoorbeeld natuurrampen zijn, zoals overstromingen. Hun expertise, onlangs nog met de treinramp in Wetteren. Ze beschermen bijvoorbeeld ook ons luchtruim. Mensen zijn zich daar niet van bewust. Als er een vliegtuig hier binnenkomt, al dan niet per ongeluk, dan staan er ook altijd een aantal F-16's klaar om dat vliegtuig uit ons luchtruim
te evacueren, want dat zou bijzonder gevaarlijk kunnen worden voor ons luchtverkeer. En daar wil ik eigenlijk collega in bijtreden. Wij kunnen niet zomaar zeggen, dus ik zeg niet dat we die F-16's moeten vervangen door die F-35, maar we moeten wel heel goed nadenken dat als we iets afschaffen zonder overleg te plegen met onze buurlanden, dat zou hetzelfde zijn van, kijk, we hebben geen geld meer om ons grasmachine te vervangen. We gaan dat niet meer vervangen. En we stappen naar de buurman en zeggen, vanaf nu moet jij mij gras komen afrijden. Zo werkt dat natuurlijk niet. Wij hebben wel degelijk bepaalde zwaardere wapens en F-16's nodig, ook voor onze beveiliging. En we mogen ons inderdaad niet verschuilen en alle moeilijke taken en alle dure taken laten overnemen door onze buurlanden. Dat kan niet. Maar we gaan inderdaad moeten gaan naar een taakspecialisatie, want in een ideale wereld zou ik zeggen, alle componenten gaan we behouden. Maar dat kan natuurlijk niet meer. En ik denk dat de oplossing hierin is samenwerking. En we werken al heel goed samen op het vlak van marine bijvoorbeeld, samen met Nederland, Benissam en gezamenlijke marine. Er zijn nog meerdere mogelijkheden, bijvoorbeeld op het vlak van artillerie, ook bijvoorbeeld op het vlak van gevechtsvliegtuigen. Ja, en ik denk dat we daar eigenlijk moeten in verder werken. Ja, u pleit eigenlijk ook voor een Benelux-leger? Wij pleiten voor een Benelux-leger. Maar is dat dan binnen of buiten de NAVO? Ja, dat is binnen de NAVO. Ja. Maar wij pleiten eigenlijk voor een Benelux-leger. Eigenlijk het einddoel, dat is een Europees leger. Maar daar zijn we nog lang niet. Er zijn een paar grote jongens die niet mee willen in dat verhaal. Dus ik denk niet dat dat voor... We horen dat liedje eigenlijk al 30 jaar. Hè. Een Europees leger, daar zijn we nog lang niet. Maar ik denk als we nu beginnen met een aantal... Ja, a coalition of the willing. Een aantal landen die gelijke grootte hebben, gelijke cultuur. Zoals Nederland. En dan aangevuld met de Scandinavische landen. Bijvoorbeeld Luxemburg. Ik kijk ook naar Duitsland. Om zo eigenlijk een breekijzer te vormen, om telkens die groep groter te maken en zo misschien de stap te kunnen zetten naar zo'n Europees leger. Ja. Meneer Donne, is er ook geen perceptieprobleem? Verkoopt het leger zich ook niet slecht naar buiten? Ja, ik denk dat de mensen toch inzien dat het leger soms zeer nuttige tussenkomsten doet, ook op humanitair vlak. Hè. Dus het leger zou misschien nog beter moeten communiceren, dat is mogelijk. Maar het leger moet naar een betere taakverdeling, naar een betere specialisatie. Daar ben ik allemaal mee eens. Hè. Dus daar heb ik geen probleem mee. Maar ik geloof dat de mensen toch, wanneer er bijvoorbeeld overstromingen zijn of andere rampen, dat de mensen toen zien dat het leger toch ook binnenlands nuttig is. Hè. Niet alleen via buitenlandse dreigingen, maar ook via binnenlandse problemen, tegen binnenlandse problemen opgewassen is. Bom, dus een leger afschaffen, dat zou ik zeker niet doen. Het leger hervormen, dat wel. En er zijn taken die nu afgeschaft moeten worden. En er zijn ook taken die misschien opgeblazen moeten worden. Hè. Maar daarover moet natuurlijk moet men nadenken en ook een democratisch debat hebben, daar ben ik volledig mee akkoord. Het parlement moet ook zijn advies kunnen geven, ook het middenveld, de NGO's die daarmee bezig zijn, moeten hun advies kunnen geven daarover en men moet er naar luisteren, dat is zeker. Maar leger afschaffen, dat zou ik toch niet doen. Ja, het is inderdaad, u sprak over democratie. En het is 30 jaar geleden dat er 400.000 mensen door de straten van Brussel trokken tegen de plaatsing van kernwapens op Belgisch grondgebied. Vandaag leeft dat niet meer. Voert u geen verloren strijd, meneer de Brabander? Maar verloren strijd, het is natuurlijk soms een zeer ongelijke strijd. Ja. Ik herinner me alleen dat het toch kantje boordje was, hè, dat de regering er dreigde over te vallen. Ja. Hè. Nu, het was ook niet zeer democratisch, want op het moment dat het debat er was in het parlement, waren ze eigenlijk al aan het... Stonden ze er al. Ja, waar ze over... Ze zitten op vliegtuig, hè, ze zijn al onderweg. Dat is dikwijls zo. En ik weet, ik herinner me, als ik terug ga in de literatuur, om het dan gelijkaardig dossier is, dat is in 1975 onder Van den Boeijen als minister van Defensie, de F-16's werden aangekocht, een honderdtal waren dat, het contract van 30 miljard Belgische frank, dat het contract al getekend was en de dag nadien pas het parlement erover kon debatteren. Dus in dat soort zaken, blijkbaar werkt de democratie niet heel goed. Hè. Maar het is een verloren strijd. Ja. Ik bedoel, het alternatief is niets doen. Hè.
Wij proberen ons concept van veiligheid, wat we noemen menselijke veiligheid, is een concept van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, om dat door te duwen. Hè. En vooral de nadruk te leggen op het feit dat conflicten niet uit de lucht vallen. Dat het te maken heeft met internationaal terrorisme enzovoort zijn fenomenen die te maken hebben met politieke frustratie, met economische frustraties, met een hele reeks frustraties. En als je te gronden wil de zaken aanpakken, moet je daar werken. Ik ga nog een ander voorbeeld geven. We steken heel veel geld in militaire operaties. Afghanistan heeft honderden miljarden dollars gekost. Hè. Zeker voor de Verenigde Staten, maar ook aan België heeft het een pak geld gekost. Tegelijkertijd moeten elk jaar, zeker in de winter, hulporganisaties aankloppen voor een kleine fractie van dat bedrag om te zorgen dat de mensen minstens kunnen overleven in kampen enzovoort. En het is in Syrië hetzelfde. Hè. In Syrië hebben ze nog maar de helft van het budget nodig om de vluchtelingen op te vangen. We zeggen allemaal, wij moeten daar optreden, want er is veel menselijk leed. U weet dat de militaire interventie ontzettend veel geld kost, maar een fractie van dat bedrag vinden we blijkbaar dan niet om effectief mensen te helpen. En er is dus een contradictie, misschien zelfs een stukje hypocrisie in onze houding daarin. En dus denk ik van, laat ons België dan, als we willen specialiseren, wel laten we ons daarin specialiseren. Waarom niet? Er is behoefte, er is blijkbaar tekort aan middelen, er is ook tekort aan deftige logistiek daarvoor, operationeel enzovoort. Heb je daar leger voor nodig of niet? De meeste van die taken die je net genoemd hebt, ik ben daar natuurlijk, vind dat een goede zaak. Hè? Bij rampen enzovoort optreden heb ik dat net ook gezegd. Ontmijningsoperaties kunnen evenwel ook door burgers gedaan worden, hè? Maar zoiets te zeggen. Ik denk dat we dat debat fundamenteel, dat is een echt fundamenteel debat. Hè? En dat kan ook een specialisatietaak van, maar dat betekent natuurlijk consequenties voor ons lidmaatschap van de NAVO, dat begrijp ik ook heel goed. Hè? Ja. Maar wij zijn ook niet voor het bestaan van de NAVO. We denken dat de NAVO zichzelf heeft moeten heruitvinden. Dat het in crisis was na het verdwijnen van de muur. En dat men Willy Klaas, hè, die toen nog NAVO-secretaris-generaal was, uit wanhoop bijna de islam als de nieuwe vijand. Hè. En is dan teruggeroepen, trouwens, denk ik daarop, hè, als nieuwe vijand afkondigde. Omdat men absoluut de vijand nodig had om zo'n apparaat te kunnen legitimeren. Maar wij geven NAVO-landen 70% van de militaire, ze vertegen 70% van de militaire uitgaven in de wereld. Dat is een probleem. Dat is een massa geld. En dat geld zie ik liever in de oorzaken van die conflicten geïnvesteerd. Oké, de standpunten rond de tafel zijn duidelijk. Het zijn belangrijke keuzes, maar onze tijd is jammer genoeg op. We moeten in elk geval allemaal bedanken voor uw bijdrage aan dit debat. En ik maak met uw kijker graag een afspraak voor een volgend groot actuatief debat.